Vandaag zijn we weer op de haven bij Holwerd. We gaan weer op weg naar Ameland. Dit keer voor de vuurtorentrail. Ik heb gehoord dat dit een hele zware trail was, dus ik ben benieuwd. Ik ga hem rustig aandoen en we zien wel waar we terechtkomen. Op naar de boot! Nou, we zitten op de boot richting het eiland en nog even een beetje informatie. Ik ga dus de 12 kilometer lopen. Dit wordt een behoorlijk zware loop, wat ik al zei. Het gaat over het strand, over duinen. We zien het allemaal wel weer. Ik zal het vast wel weer redden, zoals altijd. En ik zie jullie zo op het eiland, jongens. Nou, we zijn aangekomen bij het strand. We gaan nu richting de Beach Club en ja, daar is de start dan ook. Wij gaan zo de 12 kilometer doen en ik spreek jullie bij de start. Nou, we staan bij de start. Het waait hier behoorlijk op het strand. Er is een leuke groep die meedoet. Kijk eens even. Dit wordt het allemaal. Jongens, wij gaan nu de start zomaar open. Over, want het gaat beginnen. Ik zeg tot bij de eerste pitstop. Tot straks. Thank you.
generation of my time. There is nothing we can do. Stop this plague from breaking through. Don't come around and waste my time. A generation of my kind. There is nothing we can do. Stop this plague from breaking like it's raining on me now. It's not how it felt like, it's not the way I like anymore. Everything is changing here. Oh, I'm stuck in my daily routine, just getting through the day. Something is changing, it feels like it's raining on me. Thank you.
Nou, de eerste kilometertjes die liggen er niet om. 2,5 nu afgelegd. Heerlijk zonnetje. Net wel. Maar dit is dus echt een behoorlijke trailrun. Wat ze ook gezegd hadden. Ja, ik heb wel vaker trailruns meegedaan. Dat je een keer een berkenpadje omhoog moest. Maar dit was echt heerlijk door de duinen heen. Lekker hoor. Nou, wij genieten hier nog even verder van de zon. Van dit prachtige Ameland. En wat een mooie natuur hebben ze hier, joh. Prachtig mooi. Nou jongens, ik zeg tot de volgende pitstop. Jodel! Ja, dit is nou iets, dit hadden we ook niet verwacht. Alles lekker onder de modder. En flinke uitglijpartijtjes. Heerlijk. Ah. Nou, ik heb de voeten in ieder geval weer lekker fris. Oh, ik zie ze daar al weer in het water donderen. Mooi man. Sommigen... doet het allemaal niks.
Oh. Oh, daar staat een pijltje. Nou, we hebben het overleefd. Gelukkig. Maar, ja jongens. De voeten iets minder. Maar dat mag de pret niet drukken. We gaan gewoon weer door. Tot de volgende pitstop. Yo! Kijk nou jongens, we zitten nu op een behoorlijk hoog stukje Ameland. We kunnen hier mooi de vuurtoren zien, in het midden, verderop. Daar komen we nog langs. En ja, prachtig rengebied hier. De andere lopers die er allemaal aankomen, helemaal
kapot van dat heerlijke stukje modder. Dan zien de schoentjes er allemaal weer fris uit. Nou, ik geloof dat wij nu richting die vuurtoren gaan. En om het niet te lang te laten duren en hopend dat met deze 12 kilometer mijn GoPro batterijtje het volhoudt, gaan wij lekker verder. Heerlijk door de duinen. Prachtig mooi. Nou jongens, tot straks. Joehoe!
would treat me. I'd always get right back up, never worry.
Zo, even een hele kleine pas op de plaats. Dit is wel ongeveer de zwaarste run die ik tot nu toe gedaan heb. Kijk, als al Jampie met spraakgebrek begint, dan weet je wel weer hoe laat het is. Nou, even kijken waar we zitten. Op de helft. Yay! Nou, dat vind ik weer mooi om te horen. Oh, bultjes op, bultjes af. En het gaat maar door hier. Bij de vuurtorenloop. Hey! Nou, volgens mij komen we nu richting de vuurtoren. Dus ik zal daar nog even een kleine rustpauze nemen. Yo! Shut, and now the frostbite's creeping in. 'Cause I've been stone cold since you left me here. So come home, why won't you reappear? Things that I said came out totally wrong. Can't speak of the truth when it's tainted. I fell into a big black hole. It got me. Now. We hebben hier toch een mooi drankpasje. En nou heb ik een bekertje gekregen aan het begin. En die kon heel mooi gevuld worden. Hoorde ik. Doe maar een beetje water. Och, kijk eens. Nou, dat is toch weer ideaal. Kijk. Een lekker klein drankbekertje. Dat ik even het vochtgehalte weer een klein beetje op peil kan brengen. Ik was zo bang dat we geen drankpasje onderweg zouden hebben. Nou, dit is wel weer genoeg. Heerlijk. En dan zie ik hier, ik ren er even heen, de vuurtoren al. Myself hoping that you'll find your way back to me. 'Cause I've been stone cold. Kijk eens, even. Hier hebben we hem. De vuurtoren van Ameland. Ik denk, dat willen jullie nog wel even zien. Ik ga weer verder door de bossen, door de dalen. En door de dennenappels heen. En ik zie jullie bij de volgende pitstop. Joho!
It's time that we put out the fire. With every breath I breathe you out, we just can't take it any higher. It's only fair we let each other go without. I don't wanna just say it.
Jampie is gebroken. Goed bezig. En kapot. Nee. Als je denkt dat je alle heuveltjes hebt gehad, komen er weer 80 heuvels aan. Dit is echt een super pittige loop. Ik ben echt compleet buiten adem. Hartslagje tussen de 160 en ik geloof dat toen hij de 280 aantikte, ik het net even gemist had. Oh, ik hoor dat we nog even een rondje over het strand heen mogen. Heerlijk genieten. Platte grond, geen heuvels. Nog 4 kilometer te gaan. Nou, dit moet lukken. Alhoewel, dit wordt wel mijn meest beroerde tijd. En ik hoop werkelijk dat mijn GoPro batterij van mijn headcam dit vol gaat houden. Anders moet ik hem straks nog verwisselen ook. En hoe ik dat met mijn GPS gegevens ga doen, zie ik dan wel weer. Maar we gaan het toch nog even proberen binnen de gestelde tijd. Jodel. En tot aan de finish. Yo.
hurry slow. It's not enough to please you. Pretty Caroline. Prachtig zo hier op het strand. Maar zoals ik zei, ik zit nu al 1 uur en 5 minuten. Dus even kijken waar mijn prachtig mooie camera op zit. Want hij is nog mooi aan het opnemen. Ja, daar was ik al bang voor. Nog 10%. En dan is het kringetje leeg. Dus, conclusie, wat gaan wij doen als wij hem kunnen vinden, het nieuwe accu'tje erin stoppen. Oh, heel slim bedacht, Jampie. Heel slim bedacht. Accu! Nou, gaan wij de camera even uitzetten. Ja, dit is een hele onderneming. Met zo'n run halen wij de ene camera er even uit. We proppen het andere beestje er weer in. Oh. Wij zetten het kringetje weer aan. En ja, daar zit nog 48% in. Nou, daar moeten we die 2,5 kilometer wel mee kunnen redden. Het is hier op het strand ook wel aardig pittig. Je zakt er een beetje doorheen. Door al dat zand. Nou, camera weer aan. En ja, wij kunnen weer verder met onze prachtig mooie run. Zo, ding even weer op het hoofd pleuren. En dan gaan we weer. Dus zo kan het ook. Ik hoef niet altijd een accu'tje mee te nemen. Gaat hij dan. Zo. En hij zit weer. Nou. Machtig mooi. Wij kunnen weer. Hij neemt weer op. Ik zeg. Tot straks. Yo. Again. But life is one big riddle of the future and what's been.
Cause it's the way it goes, and I will never know why you let me go. Look to the left, look to the right. Nothing can stop me in the night. Like I am leaving all the bad stuff. And trying to remain so strong. I know it's good if I'm alone. I got it, I got it. Like acting, like we were fiction in a book. Cause it's the way it goes, and I will never know why you let me go. Look to the left, look to the right. Nothing can stop me in the night. Like I am leaving all the bad stuff. And trying to remain so strong. I know it's good if I'm wrong. I got it, I got it.
just afraid that I lose you. And I don't wanna hide or waste another lie. Yeah.
Nou, we zijn er bijna. Nog 100 meter. Dan hebben we weer gehaald. De 12 kilometer slachtrun. Noem ik hem maar. Yes. Oh. Dankjewel. Oh, heerlijk. Ja, je staat nou in beeld. Gehaald. Oh. Wat een super, super zware run. En wij gaan nu naar de afsluiting. Nou, dat was hem dan. De Vuurtoren Trail op Ameland. Een heerlijke run, een super zware run. 12 kilometer, bulten op, bulten af, over het strand, door het bos. Het was heerlijk. Jongens, vergeet niet eventjes subscriben, abonneren, like deze video, laat even een berichtje achter en druk even op het belletje. En jullie helpen mij er heel erg mee. Volgende week gaat het gebeuren. Volgende week zit ik bij de KLM Urban Trail Series. De allereerste in Breda. Ik krijg een heel mooi shirt van KLM. Mijn logo staat erop. Het logo van KLM staat erop. En wij gaan er heerlijk van genieten. Dwars door de gebouwtjes in Breda City heen. Nou, ik heb berendorst. Wij gaan even genieten van een nieuw biertje. Eem bier staat er. Nou, als je dat een beetje in het Drents vertaalt, is dat even bier. Eem bier. Wat's hop. Een 9,5% biertje. En er staat verder helemaal niks bij wat het doet. Weet je wat wij gaan doen? We gaan hem lekker openklappen. En we gaan lekker genieten. En jullie, geniet van het weekend. Geniet van de week. En geniet van het leven. Hij plopt alweer niet. Het is nog steeds te koud. Nou jongens, proost. Wij gaan eens even proeven hoe deze smaakt. Ja, dit is Wats Hop. Dit is een zeer hoppig biertje. Lekker zoet. Amazing Bliss Brewing. Nou, het is een hartstikke lekker biertje. Hij smaakt goed. Ik ga genieten. Tot volgende week, jongens. Proost.